Mieke en Michael hebben gestuurd. Dus Midi Scheringa hebben we natuurlijk gestuurd. Ik bedoel, die ieder jaar eigenlijk. Midi Scheringa is van de camping. Waar we al jaren komen in Noord-Frankrijk. Van die schering gaan met die oudste zoon van hun. Michael heb ik er ook bij gezet. Michael. En de groetjes aan Michael erbij. Ik ben heel benieuwd hoe het in de gaten. Hij zou ooit een keertje in Amsterdam komen. Is eigenlijk nooit geweest. Maar dat maakt voor de rest ook niet uit. Dan hebben we Evelien gestuurd. Dit jaar helemaal alleen. Patty en Ronald hebben gestuurd. Cor en Leo natuurlijk. Ik bedoel, die kennen we van de volleybal. Hans en Marjon hebben gestuurd. Ingrid hebben gestuurd. Poeling hebben gestuurd. Die hebben we ontmoet in Thailand. Vorig jaar, en het jaar daarvoor eigenlijk. een envelopje erbij gedaan met wat Amerikaanse dollars. We hebben een foto van ons tweede erbij gedaan. Nou, Nancy en Erika natuurlijk, dat zijn voornamelijk vriendinnen van jou, uit jouw COC-periode Dordrecht. Maar ja, ik heb ze ontmoet en het zijn eigenlijk hele leuke meiden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb veel meer met Nancy. Ik ben gewoon ook net als zij. Ik kan lekker de flap uit, lekker grapjes maken, lekker met z'n tweeën drinken, lekker dansen en we gaan lekker shoppen met z'n tweetjes. Ja, en Erika die heeft het gewoon, ja, veel minder eigenlijk. Capson, jij André natuurlijk. Die jongens die iedere zaterdag mijn haar weer geweldig in model weten te brengen. En jij gaat er ook één keer in de, nou wat zal het zijn, 6 weken heen. De familie Koopman hebben natuurlijk een kaartje gestuurd. De familie Koopman zijn eigenlijk de familie of vrienden van mijn ouders eigenlijk. Waar ik voor het eerst mijn coming out heb gehad. En die hebben daar eigenlijk heel positief op gereageerd. En dat is nog ieder jaar eigenlijk op 4 mei dat we dat vieren. Mijn coming out en mijn feestje met lekkere hapjes en zo. En dan ga ik lekker naar de familie Koopman in Apkoude toe en dan vieren we het lekker. En de ene keer als het mooi weer is, dan doen we dat in de tuin. En is het minder weer, dan doen we het lekker binnen. Ik bedoel, ze wonen groot en ze vinden ze ook leuk. En ik ga heel goed met hun kinderen om. En vooral met Els ga ik heel goed om. Ik vind het heerlijk om af en toe met Els lekker te chatten, lekker te MSN'en. En dan zeg ik tegen hoe gaat het met jou? En dan krijg je helemaal leuke dingen over Apkoude, wat ik eigenlijk ken, vooral van vroeger. Andrew en Mike natuurlijk uit New York. Dat zijn onze New York vrienden. Kan je wel zeggen. Barries, maatjes, gezelletjes. Gewoon heerlijk. Ik vind het altijd lekker om naar ze toe te gaan, ook om mijn Engelse taal weer een beetje op te halen. Vind ik gewoon heerlijk. Gaan we lekker met z'n viertjes of met z'n drietjes. Als hij geen zin heeft, gaan we lekker uit in New York. Gaan we lekker eten, lekker dansen, lekker gek doen. Koen en Frits natuurlijk, zijn er wat ouder, maar hebben ook gewoon gestuurd. De jongens van de gym hebben natuurlijk gestuurd. Gisbert, Simone, Joop en Evert en Jaap en Gert natuurlijk. Gestuurd. Zijn we 3 dagen mee bezig geweest. Nou, dan zo 2 weken voor kerst, dan... dan giert het dat door onze aderen heen, hoor. Dan zijn we echt... Dan ben je toch aan het wachten van... Wanneer gaat de klepper de klep? Dan zitten we meestal al te wachten en dan gaat de klepper de klep. En dan springt een van ons springt op. Nou, meestal ben ik dat dan. Dan spring ik op om te gaan kijken. En... niks. Nou, toen is zij op een gegeven moment eens naar de postbode gaan. Ruud, onze vaste postbode. Een hele nieuwe jas aan, helemaal in het oranje. Ik zeg nog tegen Ruud, wat een mooie jas heb je aan. Helemaal zo in het oranje. Ik zeg, nou, als we hier gaan voetballen, kan je je jas aan. En nou, heeft hij gevraagd. En hoe het met de rest van de buurt zat, met de kerstkaarten. En dat de hele buurt had gekregen. De hele buurt had kaarten. Nou, dat steekt toch. Nou, wat had geweest zijn 3 januari, denk ik. En toen, 's ochtends ineens, klepper de klep. We lagen nog in bed. Ja, toen moeten ze zien springen, hoor. En ja, ik sprong echt als een gek op. Want ik had een soort volgevoel. Waarschijnlijk. Dus ik ren die trap af. Natuurlijk eerst aangekleed. Ik had een duster van hem voor kerst gehad. Een hele mooie zijde duster. Ik had hem zelf gekocht natuurlijk, hoor. Maar want hij is niet zo, zij is niet zo goed in cadeautjes pakken. Cadeautjes kopen, wel een inpakken. Dus dan koop ik meestal mijn eigen cadeautjes en dan laat ik haar ze mooi inpakken. Met een mooie strik eromheen. Of met het mooie, ik heb het nu in stof gedaan. Het is helemaal nieuw. Meestal is het allemaal in papier en zo of cellofaan. Maar dit jaar dacht ik, weet je wat ik doe? We doen het lekker in stof. Heb ik het in het heel mooi zijde, een soort zijdenstof, heb ik haar de cadeautjes laten inpakken. En takken erbij. Er bovenop van die takken met van die, ja wat zijn dat, van die geurtakken met van die knijpballetjes. Wat je vroeger wel had, dat je er zo pof, pof, pof als je erop stond. En ik sta in mijn duster en ik doe de deur open. Om Ruud ook even een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik zeg, Ruud, een heel voorspoedig nieuwjaar. Maar ik had hem ook een kaartje gestuurd. Natuurlijk hadden we Ruud een kaartje gestuurd. Dus
sturen Ruud eigenlijk ieder jaar een kaartje sinds hij onze postbode is eigenlijk. Ja. Hoewel, nee, sinds we daar wonen, want hij is daar eigenlijk al langer postbode dan dat we daar wonen. En ik pak de post op, ben ik op de bank gaan zitten, post overgenomen. Nou ja hoor, er zat een kaartje bij. 1 kerstkaartje hebben we gehad van Dini en Ton. En het rare is, wij kennen helemaal geen Dini en Ton. Nee, we kennen geen Dini en Ton. Ik heb me echt suf gepraktiseerd over Dini en Ton. Er zat alleen maar hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Wat we wel nog hebben gedaan met de envelop, dat we hebben boven de waterkoker gehouden, want de kerstpostzegel was niet afgestempeld. Die hebben we binnen. Die kan je gewoon bijplakken. Dan kan je de hele jaren of tot een bepaalde periode kan je die bijplakken, inderdaad. Ja. 1 kerstkaartje, ja, dat is dan je winst. Hadden we ook helemaal niks op. Waar ze de kaart hebben gekregen. Hello Andrew. Yes, with, yes. Esther, if they had, yes. If they had the hello. If they had, oh, sorry. Oh, it's in the middle of the night now. Oh, I don't know, because here it's day, yes. It's day now. Yes, you have to ask, yes. They received the yes, card. I, yes. No, what I want to ask, yes. Yes, do they have, what I want to ask is, yes, if you have your, what? Yes, if you have received the card from us, from Holland. The Christmas card. With the Christmas card in the English from us. With a little snow doll on the front page. The snow doll. Ja, snow doll. Met een neus, met een wortel. With the carrot in his nose. With the carrot and the buttons on the jacket. Jack and buttons. Yes. And for his eyes, too. Yeah? And the mouth. Vraag of ze de kaart hebben gekregen. Have you received... You have received the card. Oh! They have received the card. Oh, thank you. Did they send us one? Because we did not receive... Yes, you moet asken. Mike, have you sent us a card? Because we didn't receive one. You ask... Oh, ask Mike then. Yes. Ask Mike for it. Jeffrey. Mike... Not. Oh, because... The busy time. Yes, the busy time. That, of course. Of course. No, that's okay. But yeah. then we send you another year. Also not a Christmas card. Yes, we that have. Is, no, that is our ding now. Yes, then. Zeg maar, we halen ze van het lijstje. We put you off the list. We put you off the list. Now. Hallo, dag, ja, met mij. Zeg, moet je... Ja, ik vind, ja nee, vind ik heel... Nee, niks op de lot. Helemaal niks. Niks op het lot. Maar niks? Wat, helemaal niks? Helemaal niks. Helemaal niks. Niks. Ik heb een geluksgetal ook nog genomen. Ja. Ja, 24. Maar moeder, waarvoor ik bellen, hè? Ik moet jij eens raden wat ik vanochtend niet in de brievenbus vond. Ja, nee, die heb ik gekregen. Ja, nee, gewoon de hele map. De volle 250 heb ik teruggekregen. Nee, zij moest naar de dokter dit jaar. Zij is... Ja, dat weet je toch wel? In mei. Dat ze zo vreemd... Jawel, daar heeft ze die pillen gekregen. Maar nee, wat ik dus niet heb gekregen... wat jullie waarschijnlijk wel hebben gekregen... Kerstkaart. Nou, ja. Precies, ja. Jullie hebben niemand gestuurd dit jaar. Oh, dat is nieuw. Ook geen nieuwjaarskaart. Nee. Zeg, moet je luisteren, moeders. Wat wij dus nu doen, is we halen jullie van het lijstje. Het kerstlijstje, daar gaan we jullie van afhalen. Het kerstlijstje. Ja, nee, dat is toch het lijstje waar jullie op staan. Jullie staan bovenaan, maar kijk eens. Luister eens even wie er nu vanaf worden gaat. Zo, okay. Nou, volgend jaar geen kaartje, moeders. Hè? En zeg maar tegen pa dat hij zijn poot stijf moet houden. Dag, man! Wie was dat? Mijn moeder.